Als uw kind naar het ziekenhuis moet, heeft dat altijd effect op het dagelijks leven. Of het nou is voor een eenmalig bezoek of dat u vaker met uw kind naar het ziekenhuis moet voor een langdurige behandeling. Het kan invloed hebben op zakelijke dingen, u moet praktische dingen regelen thuis. Maar het kan ook invloed hebben op het emotionele vlak. U kunt zich onzeker voelen of uw kind heeft verdriet of het kan stress opleveren binnen het gezin. Om met vertrouwen en een rustig gevoel naar het ziekenhuis te gaan, kunt u thuis al heel veel doen. U kunt op onze website kijken, daar zijn pagina's waar u kunt zien wat wij doen en hoe u het kind zelf kunt voorbereiden en begeleiden voordat u naar het ziekenhuis gaat. U kunt een vragenlijst invullen van we leren u graag kennen. Er zijn verschillende apps over hoe het gaat met prikken, maar ook mijn ziekenhuispaspoort. En als u dat vooraf met uw kinderen vast doorneemt, dan helpt dat heel veel. Als jullie eenmaal in het ziekenhuis zijn, zijn er ook nog heel veel mensen, materialen en middelen waar je gebruik van kunt maken om het ziekenhuisbezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Iedere afdeling zijn medisch-pedagogisch zorgverleners. Dit zijn mensen die u kunt herkennen aan de paarse polo. Ze kunnen samen met jullie kijken wat het beste kan helpen. Ze kunnen materialen laten zien, ze kunnen meegaan naar een onderzoek of een behandeling. Ze kunnen met het kind kijken wat er nodig is om ook de ziekenhuisopname ontspannen door te komen. En ze kunnen ook met u nadenken over wat voor impact het heeft op uw gezin dat het kind in het ziekenhuis is. Eens even goed kijken. Oh, zit hij er al in? Ja! Soms is die directe begeleiding op de afdeling niet voldoende. Dan kan de medisch-pedagogische zorgverlener overleggen met de collega's van medische psychologie, maatschappelijk werk. Of ze kunnen kijken of uw kind les kan krijgen van iemand van de educatieve voorziening. En zo zorgen we met elkaar dat er zo volledig mogelijk pakket aan begeleiding is voor u en uw kind. Hoe was het voor jullie toen jullie hoorden dat jullie naar het ziekenhuis moesten? Ja, het lijkt niet leuk om naar het ziekenhuis te gaan, maar ik probeer het nu steeds meer te accepteren. En dat lukt ook wel. In het begin was het best moeilijk, hè? Want we wisten eigenlijk niet zo goed wat we konden verwachten. Zeker. Ja. En hebben jullie van tevoren informatie opgezocht? Ja, zeker. Op de website van het WKZ. Ja, kan je een beetje een filmpje kijken of weten hoe het gaat, hè, met infuusprikken? Hey Cato, als je in het ziekenhuis bent, dan heb je natuurlijk met ons de medische handelingen die we begeleiden. Maar wie begeleidt jou nog meer in het ziekenhuis? Psycholoog, papa, mama, de dokters, en zusters en de lieve meesters. Een heel team om je heen dus. Fijn.